We hebben een verrassing voor jullie. De directie is hier en we gaan een transfer aankondigen. Dus jullie hebben de primeur. We hebben Ronaldinho gekocht. Ik ben heel trots op deze strip, want het is echt professioneel gemaakt. Het is vrij plezant om te lezen. Maar in feite ben ik weer al eens nog meer fier op Hans Cavio. Zes maanden geleden of zo zeggen ze mij, we gaan een strip uitbrengen. Ik zei, de strip, oké, dat hebben we nog niet. Ja. En dan zie je dat ze daar weer allemaal zich daarop smijten, dat professioneel maken, de beste mensen zoeken, 20.000 stuks oplagen, supporters bij betrekken. In feite verrassen zij mij, hè. Dit is niet mijn strip, dit is Cavio die dat gedaan heeft. En oké, ik vind het natuurlijk heel leuk dat dat over Cavio gaat en de voorzitter. Bij het seizoen van KVO is een beetje de rode draad. En dan komt er natuurlijk het verhaal bij dat er nog een nieuwe spits wordt gezocht. En daar begint het stukje fictie. Maar inderdaad, bijvoorbeeld de contractverlenging van Kennisin, de komst van Proto, die zaken die zitten inderdaad in het verhaal verwerkt. Hè. Waarom doet dit verhaal mij in alles denken aan de Kiekeboe-stijl? Dat zal komen, denk ik, omdat ik ooit in het verleden nog voor Kiekeboe getekend heb. Een drietal jaar, denk ik. Ik ben ook opgeroeid met de Kiekeboe strips. Dat was een stijl die me aansprak. Ik ben daar ook altijd vroeger beginnen op oefenen. En ik heb dan het geluk gehad om ooit een keer bij Studio Kiekeboe te kunnen tekenen. En ja, die stijl zit er ook een klein beetje in. Die gaat er niet echt geheel uit. En de voorzitter, die lijkt ook op de voorzitter in het echt? Ja, ik moet zeggen, normaal gezien maken ze zo'n beetje een persiflage van een cartoon en zo. Maar hier hebben ze het omgekeerd gedaan. Dus ik zie er beter uit op de strip dan in het echt. Dus ze hebben mijn haar een beetje langer gemaakt. En ze hebben mijn buik een beetje platter gemaakt. Dus het feit is ideaal. Dus als er een tweede komt, het is de dienen dat ik wil. En niet een dienen hier. Hè. Wie was het moeilijkst om te tekenen eigenlijk? Luc de Vroeg was het moeilijkst om te tekenen. Gewoon om de simpele reden dat ik daar niet genoeg foto's van vond. En de foto's die ik vond... was hem ook nog een keer verschillend op een paar foto's. Dus ben ik er maar aan begonnen. Maar halverwege het verhaal, ik was nog niet heel tevreden. En heb ik eigenlijk alle hoofdjes terug erover getekend om het toch beter te maken nog. Waar gaan we deze strip kunnen kopen? De primeur is voor de mensen van Oostende natuurlijk. Dus op 10 juli is er de Fandag van Oostende op de dijk. En dat zal de eerste plek zijn waar de strip wordt aangeboden. Voor de prijs van €1,95 trouwens. Maar vanaf dan gaan we die echt over heel Vlaanderen verspreiden. Van standaard boekhandel tot de dagbladhandels. Dus die wordt echt wel in het groot uitgezet. We gaan hem straks verkopen op de Fandag. En jij hebt daar ook een speciale voor de aanwezigen hè, die in het strip kopen. Dus daar ga ik een standje nemen en gelijk op de boekenbeurs, gelijk de echte, ga ik daar signeren voor de fans die zich dit aanschaffen en dat gesigneerd exemplaar wensen.